Yo mensen, en in deze video gaan we de slechtste brawler in Brawl Stars spelen. Dat is namelijk, denk ik wel, Tick. Zoals jullie zien. Ja, we gaan Tick uitproberen. Of uitproberen. Ja, niet echt uitproberen. Wat trouwens het enigste goede is aan Tick, is een super. Die is best wel goed. Alleen, bij zijn Mutate was Tick gewoon echt de beste brawler. Omdat ze super gooide hij niet één van zijn hoofd, maar drie. Dat was dus echt 10.000 keer beter. En het goede is dat ik nu echt in bot lobby's kom. Want ja, ik heb echt heel weinig trofeeën met Tick. Misschien was Solo Showdown misschien echt niet de beste game mode voor Tick. Of eigenlijk is geen enkele game mode goed met Tick. Gast, kijk, het kost me gewoon al super veel moeite om gewoon een chest kapot te maken. En ik ben nu al dood. Ja, door Bibi. Dus laat ik even gevaarzone. Dan zit je tenminste in een team. En ja, daar is het denk ik iets minder belangrijk. Omdat, ja, je teammates kunnen er altijd wel iets doen. Daarom is Solo Showdown is echt heel irritant daarvoor. Oké, ik zit met een best goed team, redelijk. Wat ook raar is hoe verder je ervan afgooit, hoe, ja, hoe zeg je dat, hoe meer die hoofden van elkaar af zijn, zo van. Niet die superhoofden, maar ja, je snapt wel wat ik bedoel. Wauw, ik heb gewoon iemand gedood. Zou het mij lukken om de sterspeler te worden? Of hoe je dat ook noemt, zou me dat lukken met Tick? Ik heb weer iemand gedood. Oké, iemand is echt heel low. Ik heb gewoon weer iemand gedood met Tick. Shit. Die Miko is echt zo irritant om tegen te vechten. Want die is, elke keer als je wil attacken, springt hij. Waardoor je niks kan. Waardoor je hem niet kan attacken. Dat is zo irritant. Ah, super, zo bijna geladen. Dat is nice. Eigenlijk vind ik Tick gewoon Dynamite, maar dan slechter. Nog iemand gedood met Tick. Wauw. Hoe krijg je het voor elkaar om dood te gaan door Tick? Nog iemand gedood met Tick. Wauw. En we hebben gewonnen. Eens kijken, als ik de sterspeler ben, hè. Ik ben de sterspeler. 7 kills. De andere kant heeft 8 kills. Maar ja, in ieder geval is wel 4 keer dood gegaan. Ik ben ook gewoon geen enkele keer dood gegaan. Ja, het zijn wel bollobby's dit, maar ja. Maar nu ga ik wel even met een goede knokker. Mijn allerbeste knokker. Vind ik dan. Eigenlijk is die denk ik niet heel goed in gevaarzone, maar dat maakt niet uit. Oh damn, ik word meteen vol gedaan als je recalled. Zo. Oh, hoeveel die ding heeft hij in eigenlijk? Van die raketspuurs. Oké, eentje dood. Penny is trouwens best goed hierin, denk ik. Want je kan zo'n soort van achter een muur, soort van. Oh, wacht. Hier en zo en daar. Kan je dat zo van achter een muur kan je dan hem neerzetten. Die super. En dan ja, dan schiet hij de hele tijd op mensen. Dan kan hij niet worden verslagen. Ja, zoals nu dus. Nou, maar niet maken, denk ik kapot. Hoppatee.
Ja, die Edgar heeft hem ook 11 keer geüpgraded. Maar die Edgar is nu wel dood. Oh, die Edgar heeft een hypercharge. Damn. Oh, kijk eens, kijk naar mijn brawler. Dit is altijd zo'n glitch, dat je eruit ziet alsof je de hele tijd je super doet. Best grappig. Ik krijg wel vet veel XP. Oh bro, ik ga net niet level up. Wacht, kijk. Jongens, we hebben echt al bijna de 5 legendary starters. Echt al bijna. En het is nu bijna 19 ju juni. Dus nog maar 1 dag ongeveer. En dan hebben we waarschijnlijk, ik hoop dat we de 5 legendaries halen. Maar ik denk niet dat we het gaan halen. Ik denk dat we de 4 legendaries krijgen. Maar ja, dat is ook heel goed. Daarom heb ik ook zoveel powerpoints. Ik spaar dat ik een goede brawler eruit krijg. Oh, die gast van ons is AFK. Jammer. Wat doet deze gast? Gratis super. Oh, damn. Nee, ik heb me super per ongeluk tegen deze muur aangedaan. Oh, we staan wel echt verder achter. Oh, hij blokt me super. Dat is niet handig. Ja, met het andere team heb ik wel echt goede brawlers. Op Squeak na dan. Crow en zo zijn wel echt goede brawlers. Oh, die squeak is irritant. Damn. Dat is de beste squeak die ik ooit heb gezien. Echt, wat heeft die squeak? Hoeveel gooit die zoveel? Ja, die Edgar moet ook even zijn hypercharge gebruiken. Hij zit gewoon de hele tijd niet zijn hypercharge gebruiken. Oh, mijn brawler doet weer raar. Hey, we zijn ze bijna voor. We zijn aan het winnen. Zieke comeback. Ja, we hebben gewonnen. We hebben 0 XP gekregen. Oh, trouwens, ik ben bijna gold 1. Of ja, bijna. Soort van bijna. Wat zal ik doen? Zal ik nu. Ja, ik doe gewoon nog steeds niet. Laat ik even duels gaan doen. El Primo is eigenlijk best goed. Hij is echt heel overrated. Je ziet echt iedereen met die Blackbird Edgar. En die, hoe noem je dat? Die soort van Edgar, ja. Ik weet niet precies hoe je die noemt. Die soort van Wild West Edgar. Die heeft ook echt iedereen. Oh damn, die is ook echt één bot. Zou je trouwens één bot kunnen hebben in Brawl Stars? Jezus, hoe raakt hij alle schoten? Hij weet exact waar ik heen ga. Kijk, nu doe ik mijn gadget op hem als hij echt dichtbij komt. Ah, jammer. Ja, die had gewoon geluk, man. Nu gaat hij minder geluk hebben.
supergeladen. Huppakee. Als iemand minder dan 5.500 health heeft, dan. En je doet je super op iemand met bus, dan is hij waarschijnlijk al dood voordat hij überhaupt ja, weer iets kan doen. Daarom vind ik bus zo OP. En ik kan gewoon weten of hij in de buurt zit, dat is ook gewoon goed. Wat? Ja, die lifestyle van Edgar is zo irritant. Ja, no skill. Nu ga ik ook gewoon niet doen. Nu ga ik ook gewoon uitkal doen. Oh, nu heb ik wel alleen maar dichtbij knokkers. Hij is gold 3 met Edgar. Zo. Die speelt echt veel met Edgar. God in. Zo. Is voor één bot? Jong. Gaat het water in het midden van deze map? Vind ik het heel irritant als de storm klein is. Dan kan je dus echt niks met dichtbij knokken. Zoals nu. Als ik dichtbij kom, doe ik mijn gadget open, maar kan hij echt niks meer. Ja. Weet je, nu ga ik weer dat doen. Gewoon uithouden tot de stormcirkel zo klein is. Maar nu kan S mijn super dan automatisch laden. En dan doe ik mijn super op hem. Dan hoop ik dat ik dan wel win. Storm komt. Oh, doen, 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 doen. Hahaha. Nu ga ik gewoon weer dezelfde tactiek doen. Zo, en nu, ja, wacht tot die komt, denk ik. Denk het. Nou, maar wacht. Edgar Super laat natuurlijk automatisch, dus ik kan natuurlijk nu helemaal niks. Hij heeft waarschijnlijk nu al zijn super geladen. Maar ik ook bijna. Nu gaat hij op me jumpen. Ja, maar nu doe ik ook Edgar en ik heb meteen een super geladen. Hoeveel heeft hij Edgar geüpgraded? Ik 10 keer. En hij heeft volgens mij 9 keer geüpgraded. Ja, hij heeft 9 keer geüpgraded. En hij heeft ook zijn super geladen. Ja, ik maak geen enkele kans. Hij heeft ook nog zijn hypercharge geladen. Als hij op me springt, ga ik gewoon weg met mijn super. Dus ja. Als die gewoon komt, ja, ik maak geen enkele kans. Want hij heeft zijn super geladen. Hij heeft ook nog zijn hypercharge geladen. Als hij nu op hem springt, ga ik gewoon naar de andere kant. Bruh, hij doodde me in de lucht. Wat is dit? Oké, nu moet ik wel een knokker van een beetje ver af doen. Laat ik Colt doen. Heeft Colt een beetje goede gadget? Nee, niet echt. Zal ik deze gewoon kopen? Is dit goed? Denk ik niet. Maar
Want ik deed het gewoon niet. Let's go. Geen flauw idee of die goed is. We zien het wel. Nu is een soort van Piper schot. Ik kan zo'n Piper worden. Oké, goal 2. Oké. Dit zijn wel best wel goede knokkers allemaal. Vind ik het jammer aan deze map dat er zoveel bos is. Zoveel, hoe noem je dat? Hooi of zo. Wat? Hè? Huh? Hij is geliefd of zo, hè? Huh? Ik heb hem eens random dood. Of zo? Oké. Misschien is hij gewoon heel weinig geld. Ik heb gewoon heel weinig geluk in dat ik hem toevallig net heb geraakt. Ik weet niet hoe, maar ik had hem opeens bijna one-shot. Ik weet niet hoe, maar. Bruh. Ja, search is wel echt goed. Oh ja, ik kan me natuurlijk op die manier raken. Oh damn, mijn internet werkt niet echt mee. Wauw. Bro, mijn internet. Hoe wat is er mis met mijn internet? Bro, wat? De game glitcht een heel klein beetje. Wat de hel gebeurde daar? Bro, het hele internet glitcht. Bro, wat? Wat de... Oké, ik denk dat dit maar het einde van de video is. Bro, kijk Edgar. Kijk naar Edgar. Hij heeft gewoon oneindig ammo. Helemaal met zijn sjaal te slaan. Ja, bro, ik kan niks. Ja, ik denk dat dit maar het einde van de video is. Geef een like. Doe een duimpje omhoog. Abonneer, alstublieft. Tot de volgende keer. Doei!